Hi Weegschaal, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 51. En dat is van maandag 18 december tot en met zondag 24 december. De kaart schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Weegschaal alsof deze week een week is waarbij je voor jezelf het lastig vindt om bepaalde knopen door te hakken. En ik heb het idee dat wel eigenlijk van je gevraagd gaat worden. Het lijkt alsof de dingen mogen gaan veranderen en of dat jij degene bent die daar echt die knopen voor moet gaan doorhakken en mag gaan zeggen wat jij nu eigenlijk wil. En dat is een stukje wat je deze week gewoon wel wat lastig vindt. Misschien dat je het liever in evenwicht wil houden, maar deze week mag je echt wat duidelijker zijn om te zeggen waar je naartoe wil gaan. Je neemt er ook voor jezelf echte actie in op het moment dat je dus die knoop ook voor jezelf al doorgehakt hebt en je zult zien dat je daarin mensen mee kunt nemen. Het is dus een situatie waar je misschien een klein beetje tegenaan kijkt, maar op het moment dat je het gedaan hebt, zul je merken dat je het gevoel hebt dat je vleugels hebt gekregen en zult je afvragen waarom je het eigenlijk zo moeilijk hebt geleken, want het geeft je absoluut iets en het lijkt ook echt iets mee te gaan nemen voor de mensen in je omgeving. Ik zal weer een korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.